Martin, iedereen praat ineens over ChatGPT. En jij bent natuurlijk de aangewezen persoon om ons dan even uit te leggen wat dat nou eigenlijk is. Ja, jij en ik maken data de hele dag. En al die informatie die komt ergens samen. In de cloud, wel te verstaan. Ja. Nou, die kunnen nu gelezen worden door de systemen. En dat noemen we met een mooi woord artificial intelligence. En OpenAI is een systeemorganisatie van ons allemaal. Een soort Wikipedia. Ja, zo moet je dat letterlijk een beetje zien. We kennen de Googles van deze wereld natuurlijk al jarenlang. Als je naar een zoekterm op zoek bent, wat voor je dan ook intikt, ja, dat vind je wel. Het vinden en zoeken, dat kennen we wel. Maar het wordt natuurlijk een heel ander verhaal als je ook opdrachten kunt geven. Eigenlijk opdrachten kunt geven aan een systeem wat je niet ziet, wat je niet kent, maar wat wel gemaakt is door alle informatie die we met elkaar maken. Nou, hoe mooi is dat? Maar wat doet dat systeem dan eigenlijk meer dan gewoon uit allerlei bronnen informatie putten en die bundelen? Nou, je zegt het eigenlijk al. Die bundelt die informatie, maar die redigeert het ook op een nette manier, zodat er ook een leesbare tekst uit voortkomt. Of bijvoorbeeld op een webpagina, dat je die webpagina niet als geheel moet gaan lezen, maar dat je er een keurige samenvatting van krijgt. Ja, dan wordt het natuurlijk leuk, want dan hoef je dus als mens steeds minder te doen om uiteindelijk veel sneller een resultaat te boeken. Is het niet ook een beetje een bedreiging in die zin van dat we eigenlijk steeds minder gedwongen worden om nog gezond verstand te gebruiken, zelf na te denken over dingen? Ja, realistisch moet je zijn dat de wereld verandert. Dus we krijgen ook als mens daarin een andere betekenis. Dan moeten we wel de ethiek een klein beetje in de kaart houden natuurlijk, want vergis je niet, want je noemt een belangrijk punt. Ja, wie bepaalt er nou eigenlijk wat voor informatie dat daadwerkelijk uitrolt? Is dat wel ethisch verantwoord? Is het wel betrouwbaar? Is het niet gemanipuleerd? Ja, ja, en dan hebben we de overheid die natuurlijk allemaal regeltjes oplegt. Ja. En met dat wel met informatie die er op die manier automatisch uitkomt. Ja. Dus er zitten voordelen en nadelen aan het systeem. Nou ja, goed, we moeten er ook aan wennen. En met sommige dingen zijn we er ook al redelijk aan gewend. Ik vind het ook niet meer raar bijvoorbeeld dat Netflix voor mij heeft uitgekozen wat ik leuk vind als ik dan tv ga kijken een keertje. Daar heb ik niet veel tijd voor, maar als ik het dan doe. En hebben thuis bezorgd, werkt het volgens mij ook zo. Ja, daar krijg je ook eigenlijk het menu al voor geschoteld voordat je begonnen bent met te kiezen. Ja, die systemen weten al lang wat jij lekker vindt. Ja. Die data is er al lang. En de mensen die denken dat ze anoniem door het leven kunnen gaan, ja, die wens ik succes in de komende periode. Dat gaat echt niet meer lukken. Kijk, ik ga je een mooi voorbeeld geven. Wij kennen de programmeurs van deze wereld. Die moeten programmaatjes schrijven. En dat zijn techneuten die je moet inhuren soms omdat we de kennis niet hebben. Maar het wordt natuurlijk een heel ander verhaal als je de systemen kan laten programmeren. Je praat eigenlijk tegen je AI-systeem om daar vervolgens een code te genereren. Ja. Hoe mooi is dat? Maar nu dan de gewetensvraag. Ben jij, of beter gezegd, is Winsys IT Solutions dan niet ook straks overbodig? Ja, daar hoef ik niet lang over na te denken. Ja, zeker. Als wij nu blijven doen wat we nu doen, nou, we hebben een bestaansrecht van nul. We zijn nu steeds meer aan het organiseren en steeds minder aan het beheren. Maar ja, daarvoor doe je zaken met Winsys. Nou ja, het is duidelijk. Later is al lang begonnen. De science fiction films waar ik als kind naar keek, die zijn al achterhaald. Als er naar iemand kijkt, Martin, die graag met je in contact komt, die graag ook door Winsys geholpen zou willen worden met IT-gerelateerde zaken, wat kan hij dan doen? Nou, wij zijn natuurlijk op alle mogelijke manieren bereikbaar, beschikbaar. Dat betekent via de website, op de social media, via jouw programma. Op alle mogelijke manieren, kom in contact met ons. Ik neem je mee op reis in de digitalisering waar we middenin zitten. Leuk. We gaan elkaar nog vaker zien dit seizoen. Tegen u zeg ik, wilt u meer weten? De website die verschijnt in beeld, komt u bij Martin en zijn collega's terecht. En Martin zit dus met zijn kantoor, trouwens in IJmuiden en in de cloud.